Afgelopen seizoen ging eigenlijk wel heel goed. We hebben 3 medailles gehaald. Supercup gewonnen, 2e geworden in de beker en 2e geworden in het kampioenschap. We lagen er bijna uit in de kwartfinales. Dus toch nog best wel een verrassing dat we de finales haalden. Ook nog 4 wedstrijden gespeeld tegen Stuttgart. Dus ja, eigenlijk wel heel tevreden. Ik ben zeker tevreden over mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik heb veel gespeeld. Ik denk dat het sowieso goed is als jonge setter om heel veel ervaring op te doen. Dus dat heb ik sowieso heel veel kunnen doen afgelopen seizoen. Dus daar ben ik wel tevreden over, ja. Wij speelden de Champions League tegen Fakifank. 2 keer, 1 keer thuis, 1 keer uit. En de uitwedstrijd hebben wij met 3-2 gewonnen. Dus dat was een hele goede wedstrijd van heel ons team eigenlijk. En ja, eigenlijk de volgende dag al gelijk contact gehad met de sportdirecteur van Fakifank. En zo is dat langzaam gegaan. En ja, toen uiteindelijk contract ondertekend. Wel heel erg spannend. Maar ik moet zeggen, ik laat het gewoon los. Ik laat het allemaal op me afkomen. En dan zie ik vanzelf wel hoe het gaat. Maar wel natuurlijk heel spannend, maar ook heel leuk.